Kom op, volgende. Doe het voor Team Rood. Goed bezig. Heel goed bezig. Gewoon druk zetten. Dan win je wel van hem. Goed bezig, volgende. Let's go, man. Dat heb je echt netjes gedaan. Yo mensen, wel gewoon geil of super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Jesse en wij gaan vandaag lekker een Red Rover hosten. Ja, like de video en subscribe en doei. Oké mensen, we zijn dus op de Frusky Game Server. Dit is de allereerste Red Rover die ik doe in 2019. En jongens, jullie mogen wel even jumpen. Laat je even zien. Blijf wel op je plek staan. En dan, dit zijn de strijders die meedoen. Dikke shoutout naar hun. En dan ga ik hem precies eventjes de teams uitkiezen. Dus drop zeker een like en dan tot zometeen. Oké, beste kijkers. We hebben beide even teams uitgekozen. We gaan eerst even kijken bij team blauw. Dit is het team van precies. Nu gaan we naar team rood toe. Dat is mijn team. The boys. Het is ook best wel laat dat we dit doen. Maar we hebben best wel veel mensen doen mee op zich. Dus jij mag wel als eerste kiezen. Want je hebt ook de eerste pick gehad. Oké, jongens, jullie mogen meteen beginnen. Let's go. De eerste fight van de avond, jongens. Gerlof Junior tegen Ballon. Oké, daar gaan ze dan. Nou, Ballon. Ga er maar voor. Pak hem, jongen, Gerlof Junior. Kom op, Ballon. Blijven rodden, blijven rodden. Goed zo. Doorgaan wat je doet. Doorgaan wat je doet. Je hebt ook lava. Fucking trash. Oké, wie kies je? Brievenbus. Oké, hij kiest brievenbus, dan kies ik Sam Lee. Oké, jongens, jullie mogen beginnen. Brievenbus, je moet wel vechten. Wij zijn hier niet op Fatu's. Fighten. Ik zeen, kom op man. Oké, jongens, let's go. Oké, ik sta 1-0 achter, dus hopelijk winnen we deze match wel. Oké, let's go Sam Lee, beter kill je hem. Alright, daar gaat Sam Lee. Sam Lee, niet trash doen. Ja, brievenbus is wel goed geworden, man. Ja, hij is echt een tryhard. Sam Lee? Oké, goed zo. Dat leek bijna verkeerd te gaan. Oké, dan kies ik nu Para. Oké, Para tegen Schrik. Oké, let's go, Para. Maak hem helemaal Para. Oké, we gaan hem pakken, man. Kom op, Para. Oké. Kom op, afmaken, Para. Let's go, let's go, let's go. Oké, jongens, dit wordt een pussy fight, zo te zien. Daar hou ik niet zo van, maar... Ja, it is what it is. Oké, Para die gaat ervoor. Schrik ook. Het gaat gelijk op. Het gaat echt gelijk op. Para misschien ietsje voor. Maar dat valt ook al mee hoeveel dat is. Oké, gaat Para... Kom op, Schrik. Oh, beide low, beide low. Wie wint? Para wint. Lekker, Para. Kom op, volgende. Doe het voor Team Rood. Goed bezig. Heel goed bezig. Gewoon druk zetten. Dan win je wel van hem. Goed bezig, volgende. Let's go, man. Dat heb je echt netjes gedaan. Oké, volgende. Dan mag jij terug. Dan mag nu lid worden. Ik ga iedereen een beetje aan de beurt laten. Dat is wel zo eerlijk. Oké, wie heb je tegen lid wordt? Ja, ik zie, denk ik. Oké, kom op, Lidward. Doe het voor Team Rood. Dit is de allereerste Red Rover van 2019. Dus drop zeker een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En druk op dat belletje. Net zoals wat al deze gasten hebben gedaan. Lekker dude. Oké, daar gaan ze dan. Oh, ik zijn even gewonnen. Oké, GG. Ik laat hem staan. Oké. Dan kies ik Chomp. Oké, dan doet hij netjes. Sean, pas op, gast! Ai! Ai, 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 ai. 0,5 HP, zegt Sean. Oké. Laat je hem staan? Nou, wie ga jij eigenlijk kiezen? Kies jij maar eerst. Ja, je moet hem laten staan, of niet? Oké, nee, ik ga hem niet laten staan, nee. Oké, wie kies je dan? Ik kies Lize. Oké, dan mag volgende. De boy came in clutch. Volgende, let's go. Oké, plaats lava. Oh, is niet eens nodig. Let's go, volgende. Oké. Nu hoor. Oké, let's go, Para. Doe het voor Team Rood, man. Oké. Gewoon druk zetten, Para. Gewoon helemaal druk zetten. Pas op, hè. Dit zijn van die crit fights. Moet je niet doen. Win je niet. Win je niet. Gewoon flink rollen, houden op afstand. Oké, goed zo. Gewoon van die hits
Ja, goed zo. Gewoon van die hits. Oh. Gecomboed in de lava en toen dood. Oké. Jongens, dat noem je pas ende in stijl. Ik kies nu Sam Lee. Oké, jongens, dan mogen jullie meteen beginnen. Succes. Oké, ik ben benieuwd. Kom op, Sam Lee. Win deze fight. Tegen Peter. Kom op, Sam Lee. Afstand houden, hè. Dus dan hebben we combo's. Niet stressen, niet stressen. Oké, door. Oei. Oké, dit wordt een close fight. Oké, ik denk dat ze zo meteen weer voor de push gaan. Want oneindig blijven bogen, dus schiet je gewoon geen ene zak mee op. Oké, daar gaan ze weer. Tweede push. Wie wint deze trade? Oké, Sam Lee, je staat in de fik wel. Close. Wordt nog geboogd. Wordt er iemand dood geboogd? Nee. Oké, ze gappen weer. Oké, derde push. Wie gaat de derde push winnen? Misschien een end. Sam Lee, rustig. Je wordt veel gerold. Pas op, man. Sam Lee heeft hem net. Oké, GG well played, Sam Lee. Oké, de laatste speler van Team Blauw, Xane. En hij pakt Elvis Junior best wel hard. Kom op, Elvis Junior. Hij staat ook in de fik, hè. Gewoon afstand houden, een beetje damage doen. Nou, dit ziet er niet goed uit voor Elvis Junior, helaas. Oké, ik kies nu volgende. Hij denkt dat hij het kan, dus succes, man. Oké, kom op, volgende. Kill hem. Volgende, niet panicken. Rustig blijven, volgende. Hij heeft 2 kills gepakt voor rood, pas op. Ah, hij is heel snel dood. Ik heb nog 2 goede PvP'ers. Para of Sam Lee, wie wil eerst? Para mag van mij eerst, hij kan het. Druk zetten, try hard. Oké, jongens, Para. Para, wat doe je, gast? Kom op. Wat doe je nou? Kom op, Para. Kom op, gast. Oké. Gaan ze dan. En Para is neer. Oké, ik moet. Het is nu nog 2 tegen 2. Kom op, Sam Lee. Je moet hem enden. Kom op, Sam Lee. Sam Lee heeft hem. Well played, man. Holy shit. 1 HP zegt hij. Oké, dan moet jij tegen Sam Lee. Doe het. Win van precies. Oké. Sam Lee, ik zou zeggen, doe je ding. Oké. Holy shit. Jongens, dit is wel spannend hoor, jongens. Precies kan hem gewoon enden zelfs. Hij doet gewoon prima damage. Oké, kom op, Sam Lee. Oké, daar gaan ze dan. Ze gaan weer traden. Naar het X, man. Oh ja, je loopt een random kip. Ga ik even killen. Zo. Oh, je loopt nog een kip. Oké, wie gaat er winnen? Precies of Sam Lee? Ik ben heel erg benieuwd, jongens. Wordt close. Wordt heel close. Oké, jongens. Precies doet het prima, hoor. Maar Sam Lee is dus ook gewoon een hele goede PvP'er. Dus die kan zeker wel wat. Oké, wie gaat de fight winnen? En na lang gestreden te hebben, heeft Sam Lee de fight gewonnen voor mijn team. Oké, jongens. Lekker. De eerste Red Rover van dit jaar gewonnen van 2019. En ja, GG. Oké, jongens, dit was dus de video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te droppen en te abonneren op mijn kanaal. En dan, er staat ook een link in de beschrijving. Dat je een rank-up kan winnen. Ja, op Frisky Games.
Dus dat wisten deze mensen nog niet, maar ja, zodra deze video online komt, kan je dus een rank upgrade winnen op Frusky. Ook al heb je geen rank, dan heb je gewoon free rank. Dus check de link in de beschrijving en tot volgende keer. Later.